Oh, wat is dit nou? We worden gewoon... Ik word gewoon weggestuurd uit mijn eigen stad. Oh. What the fuck? Ik weet het wacht niet. Even, hè. Ja? Alleen Jules staat daar. Ja? Waar is Luca? Geen idee, maar daar moeten we ook snel achter komen. Laten we naar jullie hoofdstad gaan. Is nog niet af. Als Jules daar naartoe komt en als hij de plek weet, dan... Ja, dan neemt hij die stad ook over. Kan ik misschien bij Emoria blijven? Ja, ik wil je best onderdak bieden. Ja, dat zou fijn zijn. Welke kant op? Oké, ja. Gewoon hier naartoe. Oh, eindelijk in Moria aangekomen. Fijn. Weer een probleem. Maar jij bent nu hier, maar hoe zit het met het volk? Ik denk dat die ook mee moeten gaan. Want ze kunnen niet in een stad wonen waar geen koning is. En het is nog niet eens af, moet je nagaan. En ja, ik kunnen ze misschien hier... Ik kreeg wel een open plek waar ze een kamp kunnen bouwen. Oh, dat zou heel fijn zijn als dat zou kunnen. Maar jij kan niet zo lang daar blijven natuurlijk, hè? Nee. Als koning zijnde. Nee, dat is te gevaarlijk. Ja, laten we maar naar het paleis toe gaan. Ja, dat lijkt me slim. Lijkt me beter. En hoe staat het... Heb jij al wat dingen gehoord van Robert die dingen gedaan heeft? Of heb je nog niks gehoord? Nee, hè? Niet echt. Ja, die is ook net van die strijd af. Maar ik weet niet, Bas. Als ik jou en heel het volk in Moria laat... Ja. Wonen. Ja. Wat zou het volk hier dan van gaan denken? Mijn volk. Ja, je moet toch iets doen, of niet? Ja. Ik kan op dit moment niks. Maar ik kan geen opstand gebruiken. Nee, dat snap ik. Maar als het misgaat, ik heb extra soldaten, Stijn. We zijn nu eigenlijk gewoon met twee kingdoms in één, hè? Dat is waar. Nagaan. We zijn gewoon twee keer zo sterk. Dus als Jules voor de stoep staat, dan ja. Ik zal je... Wil je het kamer toewijzen nu? Ja, dankjewel. Ik hoop dat er iets... Is het battle opgemaakt? Of weet je dat? Nee, ze weten het natuurlijk nog niet van me. Oh, dankjewel. Dit ziet er wel goed uit. Dit, goed uitzicht. De boeken die ik kan lezen. Dit ziet er netjes uit, Stijn. Dankjewel. Nou, welterusten. Ja, bedankt. Morgen zal ik een toespraak houden voor het volk. Ja, is goed. Dan ga ik even wil je ook bij die toespraak aanwezig zijn? Hoeft niet per se. Wat wil jij? Nou ja, mij maakt het niet uit, maar... Nou, ik zal kijken wat ik kan doen. Ik hoop dat ik me niet verslaap. Nou ja, wel trusten. Ja, goed.